Ik ben Marina, ik ben 12 jaar en ik ben blind. Dit is mijn leesponie Fursie, hij is 24 jaar en elke donderdagochtend kunnen jullie video verwachten. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren! Volgens mij wilt hij inderdaad op de andere hand lopen. Je kan hem nu eventjes zo van hand veranderen. Okay. Ietsjes verder nog. Ja. Nou, hou hem maar een beetje zo voor mij langs. Nou ja, ik wou zeggen, zeg even dag, maar hoi. Ook goed. Klein beetje naar links. Dat je bij de... Oh, ook goed. Nou, dan kom je bij de B weer in de... Nee, nog even één rondje stappen en dan nog een keer aansingelen. Nou, draaf hem maar een beetje aan. Een beetje overgangen. Nee? Van stapvragen lopen en stilstapvragen. Oké. Okay. Zo, we hebben er iemand bij. Hè? Zullen we lekker buiten gaan rijden? Ja. Oké, okay, sorry first, grapje. Ja, grapje man. Zoek de hoefslag maar op. Of iets verder. Maak je teugels iets korter anders. Hij heeft er zin in. Nou, een 24-jarige rijden en een 26-jarige is die voor jou, hè? Ja. En die knappert is 26. Zo. Hij is zat, hè, dat gestap. Ja. Hij loopt een beetje te vervelen, Johan. Dan draaf je hem een beetje aan. Zo, daar gaat hij dan weer. Jeeha. Ja. Nou, zo suf is hij niet, gelukkig. Ja, kom maar naar mij toe. Kom maar, 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 waarom is die bak zo lang? Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Je heel kleine slinger zit erin. Kies je hand maar. Kleine. Verjaardagsslinger. Ik denk niet dat we je kunnen verstaan. Ja. Ja. Oh nee, hij maakte een wisseltje.
Ja, net sprong hij dus in het stukje hiervoor, sprong hij dus aan met zijn juiste been voor de galop en à la plop, gelijk. Ging dat verkeerde been voor. We gaan het nog een keer proberen. Je kan hoor. Nou ja, hij zit wel op het goede been. Nou, niet tevreden. Nog een keer. Stappen vindt hij toch wel erg lastig, geloof ik. Ja hoor, je mag weer. Weer in die verkeerde galop. Nou, we gaan het nog een keer proberen. Je bent nou bij de C. Je zit nu in de C. Ja, ga maar. Ja, hij zat wel in een goede galop. Maar er zaten net te veel pasjes voor jou doen tussen, zeker. Nou, doen we nog een keer. Twee pasjes vind ik al te veel. Oké. Okay. Moet je iets langzamer gaan stappen, denk ik. Want hij zit bijna, hij gaat te snel. Zie je? Maar wel de verkeerde galop. Nou, we gaan hem zo nog één keer proberen voor die goeie. Goed dat bijna bij achterleggen. Ja. Nu zit hij wel in een goede galop. Ja, is goed hoor. Je bent nu in de hoek. Marie. Nu ga ik het nog een tikje proberen. En dan de derde keer, de drie keer, dan ga ik eens kijken of het beste werkt. En je gaat nu in de... Ja. Nee, nou zit hij in de verkeerde galop. Nou, gaan we het nog een keer proberen? Even gaan stappen voordat je alweer door de bocht heen bent. C. 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 Ja hoor. Ja. Super. Er zijn nog meer mensen bijgekomen. En wij gaan toch zo lekker uitstappen. Nee, doe dat maar niet. Zullen we lekker gaan uitstappen? Hey, uitslover. Je bent een uitsloverversie. Ja, laat maar. Oh ja, dat was het inderdaad. Laat maar vallen, toch niet. Nou ja. Ja, je hebt gelijk. Nee, je hebt echt gelijk. Staat ook op camera. Marina heeft gelijk in dit geval. Hou wel met één hand die teugel vast, Marie. Want. Ja, maar toch wil ik dat. Zij loopt. Oh. Ja, met die oren echt weer zo van. Als een vliegtuigje. Ja, ze staan wel wijd. Wat doe je? Nou, ik lig even lekker in mijn luie stoel. Ook goed voor de buikspieren en voor de handspieren. En de rugspieren. Hebben we rugspieren? Nou? Ja, tuurlijk heb je rugspieren. Oh, er komt er nog een. Ik denk het niet. Maar, dit dag is wel veel pijn, maar het is wel grappig. Maar ik heb heerlijk gereden op hem, ik heb veel geoefend. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Oh, wacht, ik moet iets zeggen. Joehoe! Nou, ook al geabonneerd? Doe dan een duimpje omhoog en bedankt voor het kijken. Doei!